Wie boerin zegt, ziet struisenvrouwen in klederdracht. Zedig bedekt met kleden en kapjes. Hardwerkend, maar onopvallend tegen de achtergrond van het Zeeuwse platteland. Nou, vergeet het maar. De boerin werkt zeker hard, maar geeft zich tegenwoordig veel makkelijker bloot. Letterlijk. Want het is tijd voor een verandering van imago. Ik heb ook 4 zussen, totaal anders als mij. En die vinden het ook gewoon een raar idee dat je boerin kan zijn. Dat je tussen die koeien wil lopen en dat er soms mest op je zit. Of dat je andere modder zit. Daar kunnen ze gewoon niet bij met hun hoofd. Is dit nu het stoffige imago waar je het over hebt? Eigenlijk wel. Ja. Dus hangen sinds 2011 12 boerinnen per jaar aan de muren van hofstedes, hoeves en boerderijen. Waaronder een aantal Zeeuwse deernes die in plaats van vroetend in de mest even lekker ontspannen of half ontkleed dartelen tussen de geitjes. Het werk mag dan ontsierend zijn, de schoonheid blijft onverminderd aanwezig. Ik denk dat boerinnen toch wel een keer zo gezien mogen worden. Niet dat ze altijd in overal hard werken, onder de modder. Dat is toch wel een beetje wat iedereen ervan denkt. Maar ook eens een totaal andere kant. Ja, de boerin wordt vies van al het werk. En ja, ze doen dingen die voor dames misschien niet voor de hand liggen. Maar dat maakt niets uit, want ze hebben passie voor het vak. Ja, dit. Het landschap, de rust in de koppel. En ik vind vooral het mooiste de kalfjes. Een nieuwe geboorte, een nieuw leven. Ja, vind ik echt mooi. Wat misschien nog kan helpen bij de imagoverbetering van de boerinnen, zou een aanpassing van de dagelijkse kledinglijn kunnen zijn. Op zich is dat niet verkeerd, want ik ben echt wel een meisje. Maar ik heb ook een andere kant en dat is tussen de dieren. Dus ik loop ook niet snel en overal. Eigenlijk draag ik dit altijd wel. Ja, ik zou het best wel leuk vinden. Melanie heeft nu geproefd van de wereld van de glamour. Dus rest er eigenlijk nog één vraag. Model of boerin? Boerin, zeker te weten.